Welkom bij weer een nieuwe Dave de Voetbal. Vandaag zijn we samen met de heerlijke lentezon te gast bij Koninklijke UD, die het op gaat nemen tegen Schalkhaar. Het belooft een spannende strijd te worden, want Schalkhaar staat maar 3 punten voor in de derde klasse, waar beide teams in uitkomen. Koninklijke UD begon zoals verwacht erg aanvallend aan de wedstrijd en dat resulteert al snel in een vrije trap. Bal gaat van de voet komen van Waslander en legt aan en er volgt een hard schot, maar de nummer 10 mikt de bal naast. En als je de kansen zelf niet afmaakt, dan gaat de tegenstander natuurlijk meer in de wedstrijd zitten. En zo is dat ook het geval bij deze wedstrijd. Want Schalkhaar vecht voor de bal en die krijgt hem dan ook. Mooi balletje op Sven Kelder die hem voor kan geven. Komt hij? Teruggetikt op Dijkeman. Nou, schieten! Nee! Geweldige reactie van doelman Demirel. Dat schot had iets meer kracht nodig gehad. Schalkhaar verspeelt hier de bal. Hassan Kuveli, kan hij er dan met de bal vandoor? Hij gaat op snelheid langs zijn tegenstander en dan ligt er heel erg veel ruimte. Komt hier de volgende tegenstander tegen, is ook geen probleem. Kan die met een voorzet komen? Ja, bal komt goed terecht en wordt panklijn ingelegd voor Hussein Kuveli. Hij scoort 1-0 voor Koninklijke UD en dat is een hele belangrijke. Koninklijke UD werkt de bal naar voren. Wordt doorgekopt door Waslander, maar die komt niet echt heel erg goed terecht. Ellenbroek schiet de bal dan heel ver weg. Dan komt hij toch nog wel goed voor de voeten van Niels Maas. Alleen de keeper nog voor zich, maar hij komt niet bij de bal. Uitverdedigen bij UD gaat er ook niet echt goed. En dan komt hij bij Dijkman, die schiet. Maar het schot mist kracht. En daar had wellicht toch echt wel meer in gezeten, want de doelman die was dan gepasseerd. Weer wordt Dijkman gezocht middels de lange bal. Maar deze keer trekt de keeper aan het langste eind. Al lijkt hij buiten de 16 meter te staan en dat denkt Dijkman ook. En die gaat protesteren. Jorne Dijkman die stort zelfs ter aarde en krijgt nu geel voor protesteren. Dat is niet helemaal terecht denk ik hoor. Want in de herhaling zien we ook dat de doelman inclusief de bal buiten het strafschopgebied staat. Een aantal minuten later dan alsnog een vrije trap voor Schalkhaar. Het lijkt erop dat Maas gaat uithalen. Daar komt hij. Bal was in ieder geval hard, maar hij miste wat richting. Het lijkt me dat er toch meer kon worden gedaan met de vrije trap op die positie. Bal wordt rondgespeeld bij UD. Kuveli, alle neuzen richting goal. Balletje mee op de Haas met een heel gevaarlijk schot. Maar 2-0 is nog te veel gevraagd. Vlak voor rust nog een kans via een vrije trap van Niels Maas. Balletje gaat gevaarlijk op de goal af en dan een goede redding van doelman Demirel. Het scheelt niet heel veel of Maas scoort hier bijna op zijn ijsatties. Een hoekschop is wat er overblijft in de 45e minuut. Bal komt voor, wordt wat gekopt en er ligt de bal erin. Het ging allemaal heel erg snel voor de goal van de Koninklijke UD. En Schalkhaar is weer helemaal terug in de wedstrijd. In de herhaling nog maar eens kijken. Ja, de goal komt op naam te staan van Jorne Dijkman. En dat lijkt me toch niet heel erg lekker de rust ingaan met zo'n tegentreffen vlak voor het einde. UD gaat na rust gewoon weer verder waar het gebleven is. Een gevaarlijke voorzet vanaf rechts wordt ingeschoten op Waslander, maar die mikt de bal net naast. Bal wordt naar voren geschoten en komt terecht bij iemand van Schalkhaar. Dan kan er worden uitgehaald, gevaarlijk schot. Maar de bal komt niet binnen de palen, dus nog 1-1. Goede combinaties hier bij Schalkhaar. Koelkamp gaat er met de bal vandoor en geeft dan een lange bal. Die schitterend op maat is. Kelder die moet daar wat mee doen, maar hij voelt de hete adem van de verdediger in zijn nek. Maar via een paar goede bewegingen komt hij toch langs en kan zich klaarmaken voor de voorzet. Hij schiet en nee! Hij werd bijna nog in eigen goal gegleden, maar bijna kunnen we niet tellen natuurlijk. En dan zitten we alweer in de slotfase van de wedstrijd als de Koninklijke UD in balbezit is. Kuveli wordt daar onderuit gehaald en dan ben ik wel heel erg benieuwd naar de scheidsrechter. Want Ellenbroek heeft een geel aan zijn broek en ja hoor, Ellenbroek kan 2 minuten voor tijd gaan douchen. De Koninklijke UD ruikt natuurlijk bloed nu ze met 11 tegen de 10 van Schalkhaar staan. 3 minuten zitten we al in de blessuretijd, dus het moet ook wel snel gebeuren. Niet al te best verdedigd, dus de rood-witte houden de bal. Hachi terug op Kara.
David Bos in kansrijke positie proberen. Dus ja, de naam is David Bos. En hij zorgt ervoor dat de koninklijke UD gelijk komt in de competitie met Schalkaar. Het lijkt wel alsof ze kampioenen zijn hoe ze dit vieren. Kan Schalkaar dan nog iets in de 7e minuut van de blessuretijd? Nee, deze corner wordt gewoon uitverdedigd. En dan is het wachten op het fluitje van de scheidsrechter. Of mag UD nog één keertje door? Dat lijkt er wel op, want het is 2 van UD tegen de doelman. En dat mag niet meer misgaan, zou je zeggen. Guffeli en Sekka zijn mee. Hoe gaan ze het doen? Balletje opzij en dan Sekka. Ja hoor, die zit erin. Het is 3-1 voor UD. En de verslagenheid is goed te zien bij de spelers van Schalkaar. Erg goed uitgespeeld en een mooi doelpunt. De scheidsrechter vindt het nu dan toch nog wel genoeg. En dat is maar goed ook met het warme weer. Belangrijke wedstrijd. Het was aanhaken of afhaken. We moesten met de bovenste regionen mee. En dat hebben we gedaan. Ik denk dat dit ook als we kijken naar de vorige wedstrijd bij Schalkaar, hebben we goed gevoetbald. Maar toch naar mijn mening onterecht verloren. En dat zetten we vandaag weer recht. Wat ook wel terecht is. Ja, het is voor ons inderdaad een zuur einde. Wat je al zegt. We hebben het al vaker meegemaakt dit seizoen. Het is ondertussen de derde keer dus, dat geef je ook aan. We hebben 1 keer volgens mij in de laatste seconde een overwinning uit het vuur gesleept tegen Diezen West. Maar in de stadsderbies gaat het te vaak eigenlijk fout op het laatste moment. Ja, zonde. Ik denk dat we een goed begin hebben neergezet. Het is natuurlijk een derby, dat is altijd fijn om die te winnen. Dus dat moet goed gevoel gaan geven. En er komen nog wat mooie potten aan, dus Gazelle thuis ook een hele mooie. En we gaan hopen dat we die wedstrijd om kunnen zetten in een winst. En dan misschien de periode en dan... Gewoon lekker mee voetballen bovenin. Het was voor ons gewoon een belangrijke wedstrijd. Jacob Ensing die gaf het van tevoren al aan. Het is gewoon nu of afstand nemen van een groepje middenmotors, om het zo maar even te zeggen. Of aansluiten bij dat groepje. We moeten nu even een pasje op de plaats maken. We sluiten aan bij UD, Gazelle en nog wat andere ploegen. En hopelijk kunnen we de komende weken weer wat afstand daarvan nemen.